Ja, ik kwam dus sowieso op sollicitatiegesprek en ik ben daar open en eerlijk over geweest. En ik heb gewoon gezegd, ja, kijk, ik heb een ADHD-probleem. En ze hebben mij ook in het begin gestuurd. De waning die vroegere bazin, die nu weg is bij ons, wel heel dankbaar voor. Die heeft mij daar wel echt heel, heel erg in gesteund. Tips wat zij mij gegeven heeft, is bijvoorbeeld van probeer rustig te zijn als je binnenkomt. En de grootste tip dat ze mij gegeven heeft, is dat ze van misschien is het geen slecht idee dat je met de fiets gaat werken. Dat maakt wel heel veel goed. Dat ik met de fiets ga werken, dan heb ik mij al uitgeleefd als ik bij die klant binnenkom. En dan ben ik rustiger. Dus deze job is ideaal voor mijn ADHD kwijt te kunnen. De voordelen van ADHD in mijn job is dat ik snel werk. Ik probeer ook evenzeer nauwkeurig te werken. Af en toe krijgen we ook cadeautjes op het poetsbureau en waarvan deze poetsbijbel, wat ook wel interessant is om enkele tips op te zoeken. En wat ik vooral leuk vind, is dat ik mijn eigen uren kan kiezen en bepalen. Gelijk woensdag namiddag, ideaal. Vrijdag namiddag ben ik ook vrij. En de kinderen vinden het ook veel toffer dat ik voor deze job gekozen heb, want ze zien mij meer. En ik doe zo filmen en dat is ook wel leuk. En ik probeer een beetje te monteren, knutselen en knoeien en plakken en zo, om me een beetje bezig te houden. Dat kan ik ook perfect combineren, omdat ik juist mijn uren zelf kan bepalen. Huishoudhulp is voor mij vandaag de ideale job. Anders in